Natuurbeken zijn niet alleen mooie karakteristieke landschapselementen. Het zijn de hoofdaders van ons watersysteem en daarom erg belangrijk voor de waterafvoer. De afgelopen decennia zien we steeds meer effecten van klimaatverandering ingrijpen op het systeem. Extreme regenval, lange periodes van hitte en droogte vormen een bedreiging voor de waterhuishouding van onze steden, landbouwgronden en natuurgebieden. In juni 2016 viel in Midden- en Noord-Limburg bijna 4 maal zoveel regen als in een normale junimaand. Zulke extreme regenval leidt tot ernstige wateroverlast. Beken en sloten stromen over. Landbouw- en natuurgebieden lopen onder. In steden en dorpen staan straten en kelders blank. Waterschap Peel en Maasvallei is in Noord- en Midden-Limburg verantwoordelijk voor het op peil houden van het water in beken en kanalen. Naar aanleiding van de wateroverlast in juni 2016 ontwikkelen we een vernieuwende integrale aanpak voor de klimaatadaptatie. Wij gaan samen met onze omgeving aan de slag om ons in te richten op de klimaatverandering. We weten dat we de problemen nooit helemaal kunnen oplossen. We gaan er wel alles aan doen wat in ons vermogen ligt. Daarom is er het actieplan Code Oranje. Doel van het actieplan Code Oranje is te zorgen dat het watersysteem pieken in de waterafvoer aan kan en tegelijkertijd meer water beschikbaar houdt in droge tijd. Zonder maatregelen zal de klimaatverandering ook in Limburg met regelmaat voor ontwrichting van de samenleving zorgen. Overheden, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven moeten samenwerken om dit te voorkomen. Het waterschap neemt hierin een voortrekkersrol. Onze ambitie is een totaaloplossing voor wateroverlast, verdroging, waterkwaliteit en ecologie. Die oplossing beperkt zich niet tot de beken, maar strekt zich uit tot landbouwpercelen, natuurgebieden en de centra van onze dorpen en steden. In het actieplan Code Oranje beschrijven we onze strategie. Die heeft 3 sporen. In het eerste spoor creëren we meer ruimte voor water. Het tweede gaat over het toepassen van technische middelen. Het derde spoor voorziet in het aangaan van allianties met onze omgeving. We creëren meer ruimte voor water door 300 kilometer natuurbeken in ons beheersgebied Beekdalbreed te ontwikkelen. Het beheer en onderhoud richten we op water en natuur. Vooruitlopend daarop beginnen we met de aanleg van retentiegebieden. Hiermee kunnen we de wateroverlast bij extreme buien beperken. Rondom de 1700 kilometer overige beken optimaliseren we het peilbeheer voor het omliggende landgebruik. In deze beken zullen we vooral onze technische maatregelen gaan inzetten, het tweede spoor uit onze strategie. Een voorbeeld is anders maaien, waardoor bij droogte niet te veel water wegloopt, maar er wel voldoende ruimte ontstaat voor waterafvoer. Ook gaan we slimmere stuwen aanleggen die automatisch reageren op het waterpeil. En we voeren regelmatig een APK-keuring uit om te beoordelen of onze beken nog wel aan de ontwerpprofielen voldoen. In het laatste spoor gaan we een alliantie aan met de provincie Limburg, gemeenten, landbouw, de Waterleidingmaatschappij Limburg en natuur- en milieuorganisaties. We maken een gezamenlijke klimaatagenda voor het stedelijk en het landelijk gebied. Zo werken we met elkaar aan klimaatadaptatie. De boer op de akker, de beheerder in het natuurgebied en de burger in de stad. Iedereen moet weten dat het klimaat verandert en zijn steentje bijdragen. De natuur kun je niet dwingen, maar niets doen is geen optie. Code Oranje is de uitnodiging om samen met waterschap Peel en Maasvallei Limburg klimaatrobuust te maken.